Het is donderdag 19 oktober en dit is de Battenvieren podcast. Dit is ons nieuwe programma, onze boekenrubriek. En ik zit hier met onze redacteur Wim van den Berg en met de gast Lars Bentin. Luisteraars die zullen hem wel kennen, luisteraars die langer bij ons zijn. En we gaan vandaag praten over een boek van Albert Camus. De mythe van Sisyphus. Albert Camus is een Frans-Algerijnse filosoof, schrijver en journalist. En in het werk De mythe van Sisyphus legt hij een heel indringend filosofisch probleem voor wat hij probeert op te lossen. En dit komt voort uit wat hij noemt het absurdisme. En dan wil ik aan Lars vragen, de man die mij dit boek heeft laten kennen. Ja. Wat betekent absurdisme voor jou? Absurdisme voor mij? Absurdisme voor mij betekent de rust in het leven vinden die ik anders niet ervaar. Zeg maar de behoefte, wat ook in het boek beschreven wordt, wat ook een menselijke behoefte is van het proberen te structureren en zingeving brengen aan het leven. Dus als er iets raars gebeurt, als er iets ergs gebeurt, als er iets gebeurt waar ik geen vat op heb, hoe ik dat rationaliseer en hoe ik dat verwerk in mij als persoon. Iedereen heeft af en toe wel het idee dat hij gek wordt, omdat hij ergens gewoon geen invloed op kan uitoefenen wat er gebeurt. En met het absurdisme kom je op een gegeven moment erachter dat het hele gevoel van structuur proberen te creëren en proberen te controleren, dat eigenlijk in grote mate een heilloze onderneming is. Omdat heel veel dingen niet valt te controleren en dat ook helemaal niet nodig is. Dus dat is, voor mij is het absurdisme een staat van zijn die ik zoveel mogelijk probeer te benaderen, omdat het mij rust geeft en mij helder doet laten nadenken en focussen op de belangrijke dingen in het leven. Dus dat is het voor mij. Het absurde aan zich, om het uit te leggen, is een soort heilige drie-eenheid. Of zo wordt het ook in het boek, de nieuwe heilige drie-eenheid, zo wordt het ook in het boek gepresenteerd. Ja. Waarin je dus God hebt en de Zoon en de Heilige Geest. Waarin de Zoon dus het materiële is, het aardse. Mm-hmm. De Heilige Geest het bovenmenselijke en God alles is. Zeg maar, mm-hmm. die combinatie van die twee. Is dat ook met het absurdisme, want daar heb je dus de mens aan de ene kant, wat dus het menselijke aspect is, Jezus, de Heilige Geest, wat zeg maar het bovenmenselijke is, het buitenmenselijke, dus de wereld, de realiteit, en de combinatie van die twee, de aanraking, en dat is zeg maar God. Hij legt ook uit dat het absurde ook vaak de naam God kan hebben. En wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee te zeggen dat we af en toe het idee hebben, als we dus liggen op het gras om naar buiten te kijken of omhoog te kijken naar de sterren, of als we een hoek omlopen en ineens het gevoel hebben, een soort onheimlich gevoel, een soort gevoel dat je dat allemaal niet zoveel meer uitmaakt, het gevoel waarom je alles eigenlijk aan het doen bent, waar gaat het eigenlijk over, en het binding met de wereld verliezen. Ja, precies. Eenzaamheid is dat ook vaak. Het is een gevoel van eenzaamheid. Omdat je niet dingen heel erg goed kan begrijpen. Mensen niet begrijpt. Mensen jou niet begrijpen. De wereld je niet begrijpt. Ja. En andersom ook niet. Dat is het gevoel wat eigenlijk het absurde is. Het contact tussen de realiteit en de persoon die probeert de realiteit te grijpen of daarmee in aanraking komt. En daar totaal geen structuur in kan vinden. Ja. Ja, is het ook wel. Kijk, wat ik wel mooi vind op zich aan het absurdisme, is ook dat je ook met een soort van bepaalde afstand ook even naar de dingen ook kan kijken. Ja. Ja, dus dat je, en dat merk je net ook wel met het boek ook, dat er even vanaf een afstand eigenlijk naar jezelf ook wordt, ja. Wordt gekeken. En ik denk juist dat om mee ook even juist ook die afstand ook te bewaren. En ook dat ook. Ik denk dat het ook een steeds moeilijkere eigenschap ook op dit moment ook is. Hè? Dus dat je
Mensen zijn zichzelf allemaal zo serieus ook aan het nemen, willen zoveel grip op dit moment ook hebben. En dat komt natuurlijk ook door de technische mogelijkheden die we steeds meer ook hebben. Dus het is ook logisch, hè, dat we steeds meer grip ook op dingen willen hebben. Maar daardoor kunnen mensen wel dus steeds moeilijker ook weer met een afstand naar zichzelf ook kijken en ook beoordelen van ja, maar wat ben ik hier eigenlijk nu ook aan het doen? En dat is eigenlijk een... Ja, en ik denk dat dat ook wel het mooie ook waar van, doe je van, het? Waar doe je het inderdaad ook allemaal voor? En ik denk dat in ieder geval dat stukje reflectie, dat dit boek wel in zich denk ik ook heeft. Nou, dat is het hele accepteren en het voelen van het absurdisme. Daar gaat het uiteindelijk dan ook om. Mm-hmm. Het is ook een beetje het bedenken van wat ik nu doe, wat voor zin heeft het? Want als je gewoon een gemiddeld persoon bent, over 100 jaar is de meeste mensen zijn je dan vergeten. Buiten je familie om, maar die vergeet je op een gegeven moment ook. Heb je iets goeds gedaan of iets buiten het normale, het bijzondere, misschien 200 jaar. Als je echt iets hebt gedaan wat veel toevoeging is aan het menselijk bestaan. Denk aan Plato, Aristoteles. Dan kan je nog duizenden jaren nog herinnerd worden. En ben je ook vaak ook wel aan het toeval overgelaten. Ja, nee, dat zeker. Ja. Maar het punt van wat je er eigenlijk aan het doen bent, dat het uiteindelijk verloren raakt in het niets, in de vergetelheid. Dat stelt hij ook in de eerste zin. De belangrijkste vraag is het vraagstuk omtrent zelfmoord. Ja. Dat is het punt van wat ik doe, het leven, is dat waard om te leven of niet? Is het ja en dan ga je verder? Is het nee, dan kan je zelfmoord plegen? Daarin heeft uiteindelijk Camus dus gezegd van wat je ook kan doen is het absurde accepteren en niet specifiek wegduwen en het leven accepteren in de realiteit waarin jij het probeert te begrijpen, maar ook gewoon kan accepteren, het valt niet te begrijpen, ik ben hier, nou dat is het dan zeg maar, het valt niet te controleren, het valt niet te structureren, het valt niet te begrijpen, en daar doe ik het mee, daarin ga ik dus gewoon voort. En dat is aan de ene kant een hele makkelijke taak, zegt men vaak, men zegt dan vaak van ja, om gewoon maar te bedenken dat alles onbegrijpelijk is, dat is ook heel erg makkelijk. Dat is aan de ene kant heel erg makkelijk, aan de andere kant is het heel, heel moeilijk om het te doen. Het is een van de moeilijkste dingen om te begrijpen dat je hier bent zonder een of andere doel en dat eigenlijk alles kant nog wal slaat. Een soort theaterstuk. Wat Camus eigenlijk heel krachtig wat hij stelt is dat die mens en zijn bestaan zijn irrationeel. Maar je wilt dus met rationaliteit die keiharde grip krijgen op de dingen. Ja. Maar als we de logica, als we de rationaliteit gewoon keihard volgen, dan kom je volgens hem terecht op een spoor wat tot niets anders leidt dan, nou ja, je kan jezelf maar beter van kant maken. Nou, dat niet alleen. Of je kan dus, hij zegt het kan tot drie dingen uitlopen. Of je kan jezelf dus van kant maken. Of je kan, die Kierkegaardse leap of faith maken. Dus dat je gewoon, ik ga gewoon geloven. Of je kan dus, dat wat jij noemt, dat absurde omarmen. Ja, maar daar moet ik wel een correctie in maken. Want het is juist de leap of faith. Is juist het absurde accepteren en daarin verder gaan. Ja? Dus Kierkegaard, dat heeft hij ook, kwam je ook in zijn boek beschreven. Kierkegaard was in heel veel opzichten juist een absurdist. Het enige wat hij heeft gedaan is het absurde God noemen. Okay. Dat is het enige wat hij heeft gedaan. Dit zijn juist de drie keuzes. Aan de ene kant zelfmoord proberen te plegen omdat het niet waard is. Aan de andere kant gewoon verder gaan in zonder te accepteren dat het dus onbegrijpelijk is. Hè, wat heel veel mensen vandaag de dag doen. Heel veel mensen die bedenken natuurlijk van waar doe ik het voor? Mm-hmm. En die gaan er gewoon in verder. De derde optie is om verder te gaan met het besef, het ultieme besef, dat dit allemaal nergens op slaat. En dat alles wat je doet eigenlijk een soort theaterstuk is met het besef dat het nergens op slaat. Ja. En je kan, dat is zeg maar het verschil tussen
het geloof, het, nou ja, ik ben natuurlijk bij de Batavieren, het geloof in het socialisme, omdat je het echt ziet als een inherent geheel. Of juist de absurde keuze, geloof in het socialisme, maar ergens ook wel weten van ja, we weten allemaal ook wel dat het allemaal niet te begrijpen valt en dat misschien niet de waarheid is. Maar ik kies er bewust voor dat ik dit, het socialisme kies als de ideologie die voor mij bestaat. En dus aan de ene kant nog steeds opgesloten zitten in het willen structureren en rationaliseren van het bestaan. Mm-hmm. En aan de andere kant verder gaan met je leven met het besef dat het niet valt te structureren. Maar het is ook het rationaliseren. Dat wil ik een kleine citaat van voorlezen. Dat is wel heel erg... Tuurlijk. Hoop ik dat ze het Engels goed begrijpen. Dus vertalen we het of leggen we het nog even... Ja. Is meer nog even. And here are trees, and I know their gnarled surface, water, and I feel its taste. These scents of grass and stars at night, certain evenings when the heart relaxes, how shall I negate this world whose power and strength I feel? Yet all the knowledge on earth will give me nothing to assure me that this world is mine. You describe it to me and you teach me to classify it. You enumerate its laws, and in my thirst for knowledge, I admit that they are true. You take apart its mechanism, and my hope increases. At the final stage, you teach me that this wondrous and multicolored universe can be reduced to the atom, and that the atom itself can be reduced to the electron. All this is good, and I wait for you to continue. But you tell me of an invisible planetary system in which electrons gravitate around the nucleus. You explain this world to me with an image. I realize then that you have been reduced to poetry. I shall never know. Have I the time to become indignant? You have already changed theories, so that science that was to teach me everything ends up in an hypothesis that lucidity founders in metaphor. That uncertainty is resolved in a work of art. Dit hele stukje laat dus precies... het punt zien met betrekking tot de wil tot klassificatie en het willen uitleggen en uiteenzetten van alle soorten concepten. Ja, als je natuurlijk toch maar alles op een rijtje hebt, dan kan je een beetje die maakbaarheidsgedachte volledig uitwerken. Ja, heb je alles in grip. Ja, en dat doen mensen tegenwoordig. Oké, we hebben natuurlijk met betrekking tot Nietzsche, want Camus was een soort vorm van een existentialist. Klopt. Al vond hij het zelf niet prettig dat je hem een existentialist noemde, want hij noemde zichzelf een absurdist natuurlijk. Maar toen Nietzsche God dood verklaarde, was er natuurlijk niet het einde van het geloof van de mens in iets groters. Dat is tegenwoordig, en het is ook al vaker gezegd, is dat het klimaatgeloof geworden, maar ook het geloof in de wetenschap. Ik heb de podcast met Diederik Boomsma geluisterd, waar Ortega y Gasset heeft gezegd dat het geloof in de wetenschap het enige geloof is wat de mensen eigenlijk nog steeds hebben. Het verklaren van de wereld, het creëren van mirakels. Ja. En dat zie je vandaag de dag ook. Of het nou het klimaatgeloof is, of dat het... Wat mensen vaak ook in de kranten lezen. Al die artikelen over, ja, als je meer water drinkt dan gemiddeld, heb je een hogere kans op kanker. Als je meer rookt dan zoveel sigarettenpakjes per dag, dan leef je een jaar minder. Of als je 2 glazen wijn per dag drinkt, dan heb je minder kans op hart- en vaatziekten. Ja, het wordt niet meer als een soort indicatie gezien van nou, is dat beter of slechter. Maar het wordt echt als iets absoluuts gezien. We gaan ons leven uitmeten. Ja. Ik denk dat Lars daar inderdaad wel de spijker inderdaad wel op zijn kop slaat. En dat we inderdaad een soort van expansie inderdaad zien van de wetenschapsideologie, kunnen we zeggen. En ik denk dat ook in aanvulling ook op wat je ook net zei. En ook, want we begonnen eigenlijk ook even van, nou, daar begint ook Camus ook mee. Met eigenlijk ook in zijn boek met in feite dus ook dat probleem ook omtrent die dood. En ook dat sluit ook weer ook mooi ook aan bij bij het socialistische punt ook wat je ook had. Is dat Lenin die probeerde, nadat Lenin ook was overleden. En dat lees je ook in de boeken van John Gray, lees je dat dus ook mooi. Die dat ook verder uitlegt. Is dus dat in elk Sovjethuis moest een soort van kubus komen
om Lenin te herdenken en ook om hem eigenlijk voort te laten leven. Ja. Dus in de Sovjet-Unie waren ze heel erg bezig ook van, nou, hoe zorgen we er nu voor nu Lenin is overleden, dat hij toch nog blijft doorleven. Ja. En dat is inderdaad ook dat hele grip inderdaad ook willen hebben ook op dingen. En ik denk dat je dat in ieder geval ook wel in de samenleving ook wel steeds meer ziet. En ik denk dat in ieder geval ook dat hele geloof ook in de wetenschap. Hè. Ortega y Gasset heeft dat natuurlijk ook. Hij benoemt dan ook de techniek daar ook in, ook als een belangrijk ding. Hè. Dus dat je ook in die zin dus ook successen ook boekt. Ja. Een heleboel mensen zien het ook niet meer als een soort van, hè, dus dat ze ook een geloof aanhangen op het moment dat je gelooft ook in de wetenschap. En dat mensen die, zoals je ook al ziet, die zien dat echt als iets absoluuts. Ja. En heel raar eigenlijk dat mensen daar niet verder bij stilstaan. Verder bij stilstaan en dat inderdaad ook zo wordt aangenomen. Terwijl als je bijvoorbeeld ook de boeken ook van Kuhn lezen, dus The Structure of Scientific Revolution, dan zie je eigenlijk juist ook dat op het moment dat je dus ook vertrouwen ook hebt ook in die wetenschap, dat eigenlijk ook het beeld ook hè, van dat natuurlijk stukje bij beetje natuurlijk wel verandert, terwijl eigenlijk er wordt inderdaad steeds meer inderdaad ook uitgegaan van de wetenschap heeft dit gezegd, dus is het waar. Ja. En dat is een hele gevaarlijke claim ook uiteindelijk is. Ja, het laat ook zien wat kan je ook zeggen met het inherente van de mens. Ja. Als het dus niet kan verklaren, dan vult het wel in. Hè? Of het nou een god is of iets anders, een ideologie. Mm-hmm. De hele vormloosheid en de hele inhoudsloosheid van het leven aan zich moet altijd met een bepaalde vorm van symbolisme ingevuld worden. Mm-hmm. Of een bepaalde vorm van geloof of religie of weet ik veel wat. Die glutenvrije epidemie die we ineens hier hebben. Alles wat we wel of niet mogen drinken en eten. En dat zou eigenlijk allemaal niet moeten hoeven. Ik bedoel, wat mensen proberen te zeggen, er moeten meer voorlichten met betrekking tot roken. Ja, mensen die hebben heus wel door dat roken slecht is. Daar gaat het helemaal niet om. Sommige mensen accepteren het feit dat ze dan misschien eerder doodgaan, maar wel met de vrijheid en de absurditeit waar ze dan in mee leven. Omdat ze het besef hebben dat ze iets doen en dat ze ergens mee bezig zijn en wat het einde daarvan, wat daarvan kan zijn. Dat is een heel mooi concept, vind ik dat. Het is ook een manier van leven die we moeten nastreven. En het mooie van Camus vind ik ook is dat hij juist die leegte, die menselijke leegte, die irrationaliteit ook weer herintroduceert. Want hij was bevriend met Sartre vroeger. Hmm. En Sartre was natuurlijk een pure existentialist. Camus was ook een socialist. Communist zelfs. En Sartre ook. En wat Sartre had gedaan, die had natuurlijk ook met betrekking tot de inhoudsloosheid van het bestaan. Wat Sartre inderdaad op een gegeven moment heeft gedaan, die heeft het hele naar het individu getrokken. Het individu, jij zelf staat in het middelpunt van het leven. Al jouw keuzes zijn jouw eigen verantwoordelijkheid. En jij staat in het middelpunt van je eigen creatie, je eigen bestaan. Mm-hmm. L'existence précède l'essence. Existentie gaat voor essentie. Dus eerst leef je en je moet er zelf invulling aan geven. En dat heeft heel veel invloed gehad op het manier van denken van mensen. En daar heb je het ook het hele extreme individualisme vandaan gekomen. Want jij bent immers je eigen God. Jij bent op de plaats gekomen van God zelf. En wat Camus heeft gedaan is zeg maar de mens weer uit het middelpunt gehaald. En juist weer in lijn gesteld met de realiteit. Met je nederigheid. Met de nederigheid. Ja. Want je weet het niet. Je begrijpt het niet. Mm-hmm. Je denkt het te weten, maar je begrijpt het uiteindelijk gewoon niet. Omdat het ingekaderd is in je eigenlijke menselijke realiteit. Daarbuiten kan je niet treden. Mm-hmm. Als ik dan toch denk, als ik dat dan zo lees. Hij geeft een aantal voorbeelden, Camus, van hoe je zou moeten leven. En, dat zijn zijn absurde helden. En dan krijg je figuren als de acteur, de dramatist noemt hij dat. De charmeur, dus iemand die achter de dames aan zit. Ja.
Of de veroveraar. Iemand die gewoon alles een keer meegemaakt. Iedereen die alles een keertje, overal een keertje de baas wil zijn geweest. Ja. Dat soort types. En als ik dat dan zo lees, dan komt het voor mij juist heel erg hedonistisch, individualistisch over. Ja. Van oh, het maakt allemaal niet uit. Ik ga achter de rokken aan en ik ga gewoon een beetje acteurtje spelen en dingen veroveren of weet ik veel wat. Zo komt het juist voor mij over dan. Maar kijk jij daar dan anders naar? Of, nou ja, het punt is... past dat daar dan in, die nederigheid? We nemen even de tijd om onze evenementen aan te kondigen. Waar gasten, luisteraars en presentatoren elkaar in levende lijven kunnen ontmoeten. Donderdag 16 november hebben wij een Batavierenborrel in Amsterdam. In proeflokaal De Bekeerde Zuster vanaf 8 uur. Donderdag 14 december gaan de Batavieren een zalig kerstfeest vieren met het zalig kerstdiner met de Batavieren in restaurant O Sole Mio in Amsterdam. Belangrijk voor dit diner is dat je jezelf aanmeldt via Facebook, zodat wij reserveringen kunnen maken in het restaurant. Donderdag 4 januari luiden wij het nieuwe jaar in met de Batavieren Nieuwjaarsborrel vanaf 8 uur en dit zal waarschijnlijk ergens plaatsvinden in Amsterdam. De locatie wordt later nog bekendgemaakt. Nieuw! Doneren aan de Batavieren podcast. Hoezo? Om uw waardering te laten blijken en ons financieel te ondersteunen in het maken van deze podcast. Hoe dan? Op onze nieuwe website batavierenpodcast.nl kunt u eenvoudig via Ideal Credit Card, Overbooking of PayPal uw geld geven aan ons. Gewoon een beetje geld geven. Hier, voor het goede doel, denk je dan. Ga er zo op. Kijk, Camus, met betrekking tot moraliteit is wat hij gaat hij dus op voort met wat Sartre dus zei. Dus er is geen voorgesponnen moraliteit. Daar gaat Camus, die gaat erop door. Kijk, uiteindelijk had Sartre nog een soort categorisch imperatief van Kant gebruikt. In de trant van, als jij een keuze maakt, moet dat veralgemeniseerd kunnen worden als een keuze voor de hele mensheid. Als jij als moraliteit vindt, ik mag iemand neerslaan, vind jij dus dat het eigenlijk de moraliteit van de mensheid moet zijn dat je iemand zomaar neer mag slaan. Waarbij die toch nog van het individuele naar de algemeenheid komt met moraliteit. Camus heeft dat niet gedaan in dat opzicht. Camus is qua filosoof ook totaal anders dan andere filosofen. Camus was heel erg, dat is natuurlijk ook de essentie van zijn boekje. Dat is niet zo heel erg groot. Heel menselijk. Hij brengt het ook naar het menselijke toe. En hij zegt ook van, ik doe niets met metafysica. Ik doe niks met, in dat opzicht ook niks met moraliteit. En die voorbeelden die hij geeft zijn alleen maar menselijke ervaring waar hij het uitdrukt gewoon. Ja, dus niets met betrekking tot moeilijke woorden, niets met betrekking tot moeilijke constructies, metafysica, moraliteit. Dus hij heeft ook geen moraliteit die hij beschrijft. En dat is zijn zwaktepunt. Hè, want hij komt heel erg hedonistisch over inderdaad met betrekking tot de voorbeelden. En ik denk, dat weten we nooit. We weten nooit wat hij qua moraliteit vond. Alleen dat het absurde wat hij uitlegt. Maar het hedonistische staat wel centraal in zijn helden. Maar als ik het zelf interpreteer, naar mezelf toetrek, dan is het boek alleen maar bedoeld om te beseffen in wat voor wereld we leven en wat voor realiteit we leven. En dat je jezelf niet moet inkaderen in de grenzen en de muren die je voor jezelf opstelt. Of dus de maatschappij jezelf opstelt. Ik bedoel, het hele principe wat je buiten overal tegenkomt met betrekking tot gedragsregels. Of de eenzaamheid die je af en toe ervaart als mensen je sociaal vlak afstraffen, dat je daaruit kan ontsnappen. Want je komt alleen ter wereld. Je bent alleen in een absurde wereld wat je niet kan begrijpen. En moedersiels alleen ga je ook dood. Dat is het hele aspect. Dus daar zit de moraliteit aan gebonden wat niet echt een fundament heeft. En dat vind ik zelf een van de zwaktepunten. Ik bedoel, je kan niet een samenleving hebben met alleen maar absurde helden. Nee, dat gaat totaal mis dan als ik dat zo
zo lezen. Mm-hmm. Kijk, als, maar, we noemden net al Gasset bijvoorbeeld. Ja. Om het nog over die nederigheidsgedachte te hebben, dan kom je toch, zou ik denken, juist op een idee zoals wat Gasset vertelde van je moet een soort edelmoedigheid van geest achterna jagen, het beste uit jezelf halen. Ja. En zou dat daar ook dan in passen, in dat absurde wereldbeeld? Nou ja, in principe wel. Het is natuurlijk in samenspraak met wat Ortega y Gasset heeft gezegd. En ook wat Heidegger heeft gezegd, ook wat Sartre heeft gezegd. Wat Heidegger op een gegeven moment noemde inauthenticiteit, uneigentlichkeit. Wat hij daarmee bedoelde is dat je leeft naar de wil van anderen en hoe anderen naar je kijken. Sartre heeft het op een andere manier genoemd. Die heeft het genoemd in een zin, de hel is de ander. Omdat je altijd mensen objectiveren jou. Bijvoorbeeld jij bent, jullie zijn van de Battenvieren podcast. Dus jullie zijn engeestige, nare, semi-narcistische mensen. En dat zullen dan een aantal GroenLinks en zo weet ik veel wat, zullen dan jullie zo zien. Ja, Dus ze objectiveren jou en erkennen niet de complexiteit van jullie als persoon. En dat is ook, de hel is de ander. Je gaat op een gegeven moment je ook gedragen op de manier en de grenzen die andere mensen of de maatschappij voor je getekend hebben en gebouwd hebben. En op een gegeven moment ga je ook een rol spelen. Het voorbeeld van de linksmens, of objectiveer ik al. Of de GroenLinkser die leeft als een GroenLinkser, namelijk door als een hippie uit te zien, of weet ik veel wat allemaal, door de vegetarische. Wat ook weer een objectivering is. Precies, door vegetarisch te zijn en dergelijke. Mensen die structuraliteit, wat centraal weer staat. Die verwachting. Mensen objectiveren de ander en de personen zelf, die objectiveren zichzelf en gaan er zich naar gedragen. En dit is dan ook de essentie wat Ortega y Gasset hebben gezegd, en Heidegger en Sartre en Camus. Je moet daar uitkomen. Of het nou komt door de maatschappij, of het komt door een groep mensen om je heen, of het individu tegenover je, of de tijdsgeest, de massamens tegenover je, of de absurditeit, wat Camus dus zegt. Je moet uit de kader stappen om te doen wat je graag wilt doen. Dat is de hele essentie. En wat ik wel heel prettig vind, en wat ik er zelf een connectie bij leg, maar ik weet niet of andere mensen dat doen. Het feit dat ik net vertelde dat hij zich, dat hij het individu uit het middelpunt plaatst, tekent ook een bepaalde vorm van nederigheid. Maar, en dat is het hele mooie ervan. Maar ik denk ook dat in tegenstelling tot Gazette, dat Camus ook veel meer ook de strijd ook beschrijft. Ja. Dus als je Gazette hebt, die beschrijft dat wat mij betreft weer heel, heel anders. En die beschrijft die strijd wat met het ook vindt. Ja, nee, maar dat is bij de Ortega Gazette laat het meer lijken als het is een keuze die we nu maken. En daar moeten we gewoon bij staan. Terwijl Camus inderdaad heel goed omschrijft wat die strijd is. En dat voelt men ook elke keer. Ik zeg niet voor niets aan het begin dat het voor mij die momenten is van bezinning van wat het leven nou uiteindelijk is. Want je kan wel een uur of twee uur op een dag ineens het volmaakte besef hebben, wat ook een soort vorm van vrijheid voelt. Van joh, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ja. Ik ga dadelijk dood. Wat interesseert mij nou voor de rest? Wat andere mensen voor Piet Luttige meningen over mij hebben. Dat kan je twee uur lang hebben, maar je wordt zo snel erin weer meegesleurd. Je wordt dan wakker, je gaat weer terug in de structuur. In het leven, het structuur, wat hij ook zelf zegt, die maandag, die dinsdag, die vier uur werken, die lunch, weer die vier uur werken, eten. Klopt. Je gaat er weer in mee in door en daar word je ook weer in gevangen genomen. Dus een continue strijd van het besef van het absurde, maar toch weer de structuur leven waar je heel tijd in gevangen zit. Ja, en dat is ook eigenlijk ook, als je dat eigenlijk ook weer ook door zou vertellen, eigenlijk ook weer ook een soort van weer de strijd ook tussen eigenlijk Apollo en Dionysus eigenlijk. Hè? Daar kan je ook weer op terug ook herleiden. Hè? Dus inderdaad, hè, dus van de dus de Apollo heel erg het rationele en Dionysus inderdaad meer het emotionele, zou ik maar zeggen. En ik denk dat je dat ook heel erg ook wel weer terug ook ziet. En dat je inderdaad merkt van nou ja, dat je in een wereld leeft waar een heleboel rationele keuzes ook worden gemaakt. Terwijl je
En die ook steeds... Ik heb het, ja, inderdaad, we hebben eigenlijk een soort van expansie, denk ik ook wel, van het rationele op dit moment. Dus ik denk dat we al steeds meer rationeel ook gaan zien. En ik denk dat we ook met meer gevoel. Aan de ene kant... want dat is namelijk, dat is ook wat moeilijk in die zin. Dus dat je dus het absurde, zeg maar. Dat in ieder geval dat het ook wel weer, juist doordat je in een steeds rationeel wordende wereld ook gaat leven, dat het ook steeds moeilijker ook wordt. Hè? Dus, ja. Gek genoeg vind ik ook wel weer. Zie je dat ook wel weer op een bepaalde manier ook wel weer bij die... dan maak ik even weer een bijzonder sprongetje naar de Social Justice Warriors ook weer terug. Mm-hmm. Die wel eigenlijk wel weer extreem dat emotionele ook hebben. Ja. Ja. Maar die dus, ja, die, waarbij je dus ook ziet van, nou ja, op het moment dus dat je het rationele, op het moment dat het ook volledig ook ontbreekt, ja, dat dus ook niet, dat in ieder geval dus ook niet de oplossing is. Want dan zie je dus dat daar in ieder geval ook van gaat komen. Ja, maar dit tijdperk is aan allebei de kanten is dat tekenend. Want je hebt dat die conservatieve beweging die opkomt, mm-hmm, die bepaalde andere soorten van emotionaliteit en irrationaliteit weer op de kaart brengen. Bijvoorbeeld de irrationaliteit van architectuur en van klassieke kunst. Mm-hmm, yeah. En dat hele thuisgevoel. Mm-hmm. Wat je hebt. Ik bedoel, mensen komen altijd van, ja, maar heb je daar bewijs voor dat de natuurlijke staat van zijn is, dat mensen dat prettig vinden, mm-hmm, dat ze daar, mm-hmm, zich beter bij voelen. Yeah. En dat gaat in een bepaald opzicht niet. Mm-hmm. Maar je ziet het om je heen. Ik bedoel, als je mensen naar kunst vraagt, dan zeggen heel veel mensen, ja, ik heb niet zoveel met kunst, maar wel met het Rijksmuseum. Ja, ja, ja. Wie wil er allemaal op de grachten gaan wonen? Dat, mm-hmm, dat wil iedereen. Ja, ja. Het is niet voor niets dat die huizen zo duur zijn. Ja, klopt. Het is niet dat mensen zo graag in een of andere flatgebouw willen wonen. Dat is de tussen haakjes rechterkant van het spectrum, die bepaalde irrationaliteit weer naar voren brengt. En natuurlijk ook het immigratieaspect. Mm. Dat je je thuis wil voelen in je eigen land. Mm. Met gedeelde normen, waarden, samenleving. Maar dan heb je ook in de linkerkant. Mm-hmm. Yeah. Waar je het gevoelsmatige in bepaalde andere vormen weer naar voren komt. Dus we hebben een rationeel tijdperk gehad. Het is altijd is dat in het verleden geweest. Mm-hmm. Van het rationalisme op de romantiek. En het is altijd een gevecht geweest. Mm-hmm. Wat Camus ook heel goed beschrijft. Mm-hmm. Een gevecht geweest tussen het irrationele en het rationele. Dat zie je nu weer. Het irrationele komt weer naar boven. Mm-hmm. En dat is een geweldig aspect. Ik ben blij dat ik leef in een tijdperk waarin weer die omschakeling is. Waar ik in ieder geval het grote deel van mijn leven in zo'n tijdperk ga leven. In plaats van dat ik in de opkomst kom van het rationele. Waarin het hele pragmatische naar voren komt. Misschien dat als jij in het irrationeel tijdperk leeft. Dat je dan ook smacht naar een tijdperk, ja, met een beetje rationeel. Ja, het is een balans. Nou, maar daarom is het dus de balans ook waar we het ook over hadden. En dat zie je natuurlijk ook wel. Laat ik het zo zeggen, dat de balans is in ieder geval op dit moment is in ieder geval zoek. Dus dat is één ding wat ik wel in ieder geval kan constateren. Dat extreem in ieder geval opkomen. En dat in ieder geval de balans in ieder geval dat zoek is. En waar dan in ieder geval de balans ligt, er zijn heel veel verschillen van meningen ook over. Maar, maar dat in ieder geval de balans op dit moment zoek is, ik denk dat dat een probleemanalyse is die zowel links als rechts, denk ik, omarmt. Ja, zeker. Ik wil even terugkomen op wat jij eerder zei over die week met de maandag, de dinsdag. Ja. Is het weekend is een soort verademing en dan weer die week. En die maandag, die dinsdag. Ja. Om even af te sluiten, van waar dit boek is vernoemd naar de mythe van Sisyphus. Ja. Dat is volgens Camus de ultieme held. Het is nog wel even leuk om dat verhaal even te beschrijven. Dan zijn we met z'n drieën. Want waarom is Sisyphus de ultieme held? Nou ja, dat is een aantal spelen. Sisyphus, de ultieme absurde held. De mythe van Sisyphus gaat natuurlijk over Sisyphus die elke keer maar weer een grote steen de heuvel op moet rollen. Waarbij de steen op een gegeven moment weer omlaag gaat en weer opnieuw beginnen. Tot in de eeuwigheid moet hij dat doen. Ja, als straf. Gestraft. Mm-hmm. Ja. En dat beschrijft natuurlijk Camus ook met betrekking tot
het menselijke, dat die hele structuur, dat maar doorgaan. Hij zegt, als je op een gegeven moment besef hebt waar je mee bezig bent, de absurditeit ervan en die structuur ervan, en daarin een bezieling kan vinden en balans, dat je dan gelukkig kan zijn. Het geluk zit eigenlijk in het feit dat je accepteert en het inherent maakt ook in jezelf van het absurde. En dat is natuurlijk naar boven van Sisyphus. Hij zei van, you must imagine Sisyphus happy. Sisyphus die doet elke keer hetzelfde. Maar in de realiteit die hij ervaart en in het besef dat hij doet, dat hij heeft, moeten we veronderstellen dat Sisyphus gelukkig zou moeten zijn. Want dat zouden wij ook zijn in de structuur, in het leven wat wij hebben. Dus in principe niet veel anders dan de steen die Sisyphus elke keer omhoog duwt. De loonslaven die wij eigenlijk zijn. Ja. Door elke keer te werken voor geld. Om de dingen te kopen die we eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Maar ja, die we wel willen kopen. Omdat we het gevoel hebben dat we dat moeten hebben. Maar daar hebben we geld nodig. Dus uiteindelijk hebben we een soort rondje, een cirkel wat we heel ons leven lang hebben. Dat is eigenlijk absurd in dat opzicht. Het is bizar om zo'n leven te leiden. Ja, Sisyphus die duwt die steen constant naar boven. Ja. Die duwt die naar boven en die duwt die naar boven. En dan is hij boven, laat hij hem los. Ja. En het is, kan ik beschrijven, dat is het moment dat hij doorheeft. Ik ben eigenlijk sterker dan die steen. Ik ben die steen, denkt Sisyphus dan. En in die zin moeten wij ook de wereld zijn waarin wij... Waarin wij elke dag de moeite nemen om opgewekt op te staan en ons ding te doen en gewoon te leven. Ja, eens. Ik denk dat we bij deze gaan afsluiten. Oké, geweldig. Dat is een leuke bespreking. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende boekbespreking. En of de andere aflevering of interview.